nieuwe video van Bolstar. Ja, vandaag hebben we niet zo heel veel gedaan. Het is zondag, dan doen we niet zo heel veel. Morgen gaan we wel iets leuks doen. Maar ik wil je nog even vertellen dat ik heb mij ingeschreven in de Voice van Vlaanderen. Ik moest echt allemaal liedjes invullen. Welke dat je wilde zingen in de Blind Audition. Ik ga het even laten zien, kan zien of dat ik het jullie kan laten. Het zou natuurlijk super zijn als jullie het eventjes kunnen zien, want ik heb er wel gefilmd op TikTok. Dus ik ga eens eventjes zien, hè. Even proberen. Even zo, dat gaat zo niet. Dus eerst hebben we de voorpagina gedaan. Dus helemaal ingevuld, mijn e-mailadres en zo van dingen allemaal heb ik ingevuld. Dus en dan heb ik dit ingevuld eigenlijk. Dus wat vind je dat ik hou, voorbeelden, heb ik allemaal ingevuld eigenlijk. Dit is wat ik heb ingevuld. Dus, en dan heb ik ook de foto's doorgestuurd, want dan ga je naar het volgen. Dat heb ik ook allemaal gedaan. Foto's die heb ik hier allemaal upgeload, dus ja. En dan heb ik op voltooien gedrukt eigenlijk. En zo ben ik dus echt ingeschreven in The Voice. Of ik erbij ga zijn of niet voor de audities, dat weet ik natuurlijk niet. Dat gaan we allemaal wel horen. Vanaf ik ook meer weet, zal ik het jullie ook allemaal laten weten. Want ik weet natuurlijk momenteel eigenlijk nog helemaal niks. Want ik heb me juist ingeschreven voor The Voice. Dus vanaf ik iets weet, weten jullie het ook eigenlijk. Dus ja, maar ik vind het wel leuk. Eigenlijk om jullie dit echt even mee te nemen in het verhaal. Dus ik had gezegd als mama panda 10k heeft, die heeft ze ook ondertussen gehaald. Ik denk dat ze ondertussen al de 11k of 12k, kan ik niet 100% zeggen. Dat ik het ging doen en ik heb het ook gedaan en ik ben echt super fier mee dat ik dat toch heb gedaan en durft. Dus ja, ik zal binnenkort ook wel meer laten zien van zo'n ding eigenlijk allemaal. De auditie die, allee, ik bedoel, het liedje dat ik heb genomen eigenlijk om te zingen eigenlijk. Om dat aan jullie te laten zien. Dus maar ik wou het eigenlijk zo'n beetje met K3 doen. Toen ik mijn K2, zo K3 had ingeschreven, heb ik ook niet meteen mijn auditie online gezet. Dus dat is eigenlijk ook een beetje wat ik nu ook doe. Omdat je anders meteen een oordeel krijgt van heel veel mensen. Mensen gebruiken dan ook, denk ik, automatisch van, ah ja, dat. Maar nu is het echt gewoon puur de makers hebben die. En dat is voor mij nu eigenlijk wel het belangrijkste. Dus ja, daar ben ik eigenlijk nu een beetje mee bezig eigenlijk. Ik hou mijn belofte eigenlijk. Dus dat was een weddenschap dat ik toen heb gemaakt en ik ben heel fier dat die persoon ook gehaald heeft. Eigenlijk een beetje mijn zus eigenlijk dat gehaald heeft, daar ben ik heel fier in. En trots dus, ik heb bijna de 23k en op YouTube bijna de 700, dus daar ben ik ook heel trots op eigenlijk. Dus dankjewel daarvoor. Ik vind het gewoon leuk om video's te maken die mensen leuk vinden. Ook herinneringen vast te leggen, dat vind ik eigenlijk het leukste eraan. Morgen gaan we trouwens met mijn zus en mijn tante en naar Sea Life. Dus dan ga ik ook wel wat filmen. Ja, ik ga vooral de visjes in beeld zien en zo. Dus het is de eerste keer dat ik zonder mijn mama naar Sea Life ga. Dus dat gaat ook wel even wat herinneringen opdoen. Ook wel speciale herinneringen, maar ik ben gewoon wel blij dat ik met mijn zus en met mijn tante naar Sea Life kan gaan. En haar zoon is er ook bij. Maar die gaan jullie niet zoveel in beeld zien. Ik doe dat altijd wegens de privacy en zo'n ding allemaal. Maar die is er dan gewoon bij. Het kan zijn dat jullie Silke wel eventjes zien in beeld. Dat kan, dat moet ik nog eens bekijken. Maar sowieso ga je mij in beeld zien. En de feestjes, daar gaat het eigenlijk om. Dus ik kijk er heel hard naar uit om dat te doen. Dus ja, het is niet heel veel gevlogd vandaag. Ik heb wat gekookt en alles. Ik heb me eigenlijk daarmee bezig gehouden. Gisteren gisteren heeft mijn buurvrouw hier nog komen helpen. Omdat dat ding van onderen, ik heb daar geen beelden van gemaakt. Omdat je ook geïndemiseerd er geen beelden van maakt. Zo is dat nu helemaal zo. Dat is niet zo heel plezant om dat mee te maken. Maar dus dit ding dat je nu hier ziet, dat stond dus hier helemaal onder water. Dat was hier ook onder water gelopen eigenlijk. Dus het was gelukkig kon de buurvrouw mij helpen daarin.